Deze keer in Boswachter in de klas. De allergiftigste paddenstoel van Nederland. De Italiaanse aronskelk. Ik ga 2 soorten bramen eten. En uiteraard gaan we nog even lachen. En we sluiten af met de natuurquiz. Kijk, ik lig hier bij de allergiftigste paddenstoel van Nederland. De groene knolammoniet. En dan zul je denken, ja, allergiftigste, help, help, help. Maar er is helemaal geen paniek, want ik weet gewoon dat jij geen paddenstoelen uit de natuur eet als je ze niet kent. Toch? Nee, doe je niet. Wat je wel goed kan zien aan deze soort, is als je hier op de hoed kijkt, de lamellen. En de hoed. En de steel kan je heel goed zien. En je kan ook goed zien waar die uit is gekomen. En dat noem je de beurs. En dat was eerst een knolletje. Die gaat open. Daar komt dan de steel uit. Dan zie je de lamellen aan de onderkant. En bovenop is de hoed. Nou ja, en dit is dan toevallig de allergiftigste van Nederland. De groene knolammoniet. Daar kan je echt dood aan gaan. Ja, je gaat ze niet eten. Ja, en als ze net uit de grond komen, die groene knolammonieten, dan hebben ze nog niet een voltooide hoed. Dat wil zeggen, die hoed, dat lijkt nog op een bolletje. En dat zie je hier. Ik sta hier meer dan 2 meter van het pad af en ik vind hier een zwarte braam. En die braam die kun je eten. Deze is half rijp. Kijk, die is nog een beetje rood en zwart. En deze moet echt nog rijp worden. Die half groene kan je niet eten en die rode kan je niet eten. Nou, kan niet. Ze zijn niet lekker, ze zijn niet rijp. Deze zwarte daarentegen, die is hartstikke rijp. En die ga ik... Oh man! Dit is de dauwbraam. En die is net even iets anders dan die vorige braam die ik heb gegeten. Maar deze is minstens zo lekker. Deze groeit heel dicht bij de grond. Ik ben ook hier weer ruim ver van het pad vandaan. Want ik eet geen spullen direct naast het pad. Dat weten jullie al. Maar deze, als je een paar stappen naast het pad zet, mag heus wel. Dan kan je ze gewoon lekker eten. En die zijn lekker. Het allerlekkerste zijn ze als ze een klein beetje warm zijn. Oh. Ja, dit. Even lachen met de boswachter. Jan en Gerrit die zitten aan tafel. En Jan die kijkt een beetje bedroefd. Dus Gerrit vraagt, wat is er dan? Nou, zegt Jan, ik ga op vakantie naar Spanje. Naar de Costa del Sol. Nou, zegt Gerrit, maar dat is toch geen reden om zo bedroefd te zijn? Ja, zegt Jan, maar je hebt wel gezien. Het is daar 40 graden in de schaduw. Gerrit die denkt even na en zegt, maar Jan, je hoeft toch niet de hele dag in de schaduw te zitten daar? Oh, dit is ook echt zo jammer dat je geen geuren over kan brengen op tv. 1 of 2 keer per jaar vind ik ze. Dit is de 2e dit jaar. Citroentijm. Tijm ruikt normaal gesproken gewoon als een kruidenkastje. Maar deze tijm, die ruikt naar citroen. Oh, echt heel bijzonder. Maar super lekker. Het zijn van die dingen uit de natuur, daar blijf je aan ruiken. Heerlijk. Melige toorts. En die is zeldzaam. Heel zeldzaam. Kom hier eens kijken, kom hier eens kijken. Kijk. Hier, dit. Deze... Die zie je na de vakantie ook heel veel tevoorschijn komen in de bossen. En nou denk je waarschijnlijk,
Want dat groeit aan die stengel, dat groeit hieruit. Dat doet het ook natuurlijk, maar deze was er al lang. Dat is een hele gekke plant, Italiaanse aronskelk. En die gaat eerst blad maken, of dan heeft hij een hele gekke bloem. En dan gaat het blad weg en dan blijven die stengels blijven over met van die fel gekleurde oranje bessen. Nou, dat heeft natuurlijk een signaalkleur. Dat betekent dat hij roept naar de vogels. En dan wil hij graag dat de vogels die bessen gaan eten. Dan gaat het pitje door de maag van de vogel. Die vogel poept dat pitje weer uit. En voilà, dan hebben we volgend jaar weer hele mooie Italiaanse aronskelken. Nou, dat gaat snel. We zijn alweer klaar. Nee, nog niet helemaal. Althans, jullie niet. Ik wel, ik ga zo lekker weer bramen eten. Maar jullie gaan nog even de natuurquiz doen. Haha, dus ik zeg heel veel succes. Als je goed op hebt gelet, weet je gewoon alle antwoorden. En dan zeg ik tot ziens, tot buiten. Zit je er klaar voor? Want hier is u de Boswachter Natuurquiz. Zo, nu de volgende vraag. Tot de volgende keer.